De bond bij het psychiatrisch centrum Suriname PCS heeft vanmorgen een sit-down actie gehouden. Dit omdat de personeelsleden hun salaris over de maand oktober nog niet hebben ontvangen. Bondsvoorzitter Carmen Brandenstein zegt dat het personeel sinds afgelopen vrijdag zijn misnoegen wilde uiten. Echter, door tussenkomst van PCS-directeur Raj Tetnang Singh is de actie toen afgeblazen. Hij had toen beloofd dat de salarissen maandagochtend verwerkt zouden worden. Dat er elke maand een probleem is in PCS, late stortingen, dat de mensen niet op tijd betaald worden. Dan vanmorgen was ik nog thuis en ik hoorde zeggen dat er een actie is. Die mensen hebben geen geld in het weekend, waarvan de minister verzekerd heeft dat de mensen hun geld zouden ontvangen. Dat er wel laat gestort zijn, maar maandagmorgen dat het op hun rekening was. Ik was schets me verbaasd, niks is gestort. Ik ben ook zelf gevraagd. Niks is gestort. Dus automatisch, vandaag is al de tweede, dat kunt begrijpen. Die mensen hebben hun schulden. En je mag niet in die mensen privacy gaan. Ze hebben gewerkt. Ze moeten hun geld krijgen. Hun gewerkte loon. En vandaar dat ze hebben gezegd, ze gaan in actie. Zolang ze het niet hebben ontvangen. En ik ben er niet. Ik startte die actie van ze. PCS-directeur Jatnan Singh haalt aan dat hij afgelopen vrijdag de toezegging had van zowel de minister van Financiën als van Volksgezondheid dat de stukken van het PCS reeds naar de bank waren gestuurd. Op basis van de toezegging heeft hij het personeel toen beloofd dat de salarissen vanmorgen al verwerkt zouden zijn. Op basis van die belofte is het weekend ongestoord voorbij gegaan, ondanks het feit dat er geen salaris was gestort. En wat schetst mijn verbazing dat men me vanmorgen al meldt, bijna huilend, bijna emotioneel, dat minister-directeur, ondanks het feit dat hij ons beloofd had, is het toch niet geweest. En ik ren natuurlijk met mijn staf constant achter al die stappen die verkeerd kunnen zijn gegaan, waarom het dus niet gerealiseerd is. Dus ik heb de ministers weer op de hoogte gesteld. En tot op heden net begreep ik dat het stuk inderdaad ligt bij Centrale Bank en dat Centrale Bank er alles aan doet om het nog vandaag in orde te krijgen, maar het personeel was natuurlijk misnoegd en heeft zich teruggetrokken en gezegd van directeur, zolang we geen salaris hebben, kunnen we ook de kosten niet meer betalen en dan wachten we af. Directeur Raj Jatnan Singh van het psychiatrisch centrum Suriname. Wij spraken hem naar aanleiding van de sit-down actie van het personeel, omdat de salarissen over de maand oktober nog niet zijn uitbetaald. De afdelingen zoals de keuken en de wacht zijn vrijgesteld van de werkneerlegging.